Selma. Hoi, ik ben Lisbeth. Hoi, ik ben Ricardo. En dit is onze school. Kom mee. Hoi, dit is groep 1 en 2. Kom maar mee. Hoi, Stephanie. Wat zijn jullie aan het doen? We lezen een boek. Wil je mijn vriendje zijn? Waar gaat het boek over? Het gaat over een kleine muis en die zoekt een vriendje. Zij komt langs een krokodil, het nijlpaard en nog heel veel verschillende dieren. Bedankt, ik ga weer. Kijk nou, zei kleine muis verbaasd. Dat dier heeft 2 staarten. Dit is groep 5 en 6. Wat doen jullie echt precies? Nou, wij hebben vandaag lessen leren leven en vandaag is juf Essia er. Juf Essia is van het islamitische geloof en zij vertelt de kinderen over de identiteit en over de levensbeschouwing van haar islamitische geloof. Zij is nu een verhaal aan het voorlezen. Door middel van die verhalen gaat zij met de kinderen in gesprek. Oké, bedankt. Ja, dankjewel. Hoi, dit is groep 3-4. Kom mee. Hey Ricardo. Hoi, wat zijn jullie aan het doen? Wij zijn aan het rekenen, Ricardo. Alleen op een andere manier. We zijn spelletjes aan het doen. Hier zijn ze aan het tellen. Daar zijn ze aan het splitsen. Hier moeten ze sommetjes uitrekenen. 2, 3. Ze hebben niet eens in de gaten dat ze aan het rekenen zijn. Maar ondertussen zijn we goed bezig met het oefenen. Dankjewel. Alsjeblieft. Pauze hebben we mediatoren. Wat doen mediatoren? Die lossen conflicten op en ruzies. Hebben jullie zelf wel een keer ruzie? Meestal niet. Laat, ze zijn aan het gimmen. Dit is groep 7-8 met meester Martijn. Kom mee. Wat zijn jullie aan het doen? We zijn bezig met Kahoot. En we zijn even de woordenschat aan het herhalen die we ook gehad hebben al voor de toets. En elke week hebben we een nieuwe woordenschat en die oefenen we meestal door middel van de Kahoot. En kinderen vinden het hartstikke leuk om te doen. Kijk maar eens even mee. Vast besloten, je weet zeker wat je moet doen. En dan krijgen we nu het podium. We gaan kijken wie er bovenaan is. Die genio, keurig. Dankjewel. Hoi, ik ga nog een doen. Dit is groep 5-6. We gaan even kijken. Hoi Lisbeth. Hoi, wat voor les is dit? Dit is een les van zien en snappen. Wij gebruiken zien en snappen naast onze taalmethode. En vandaag zijn wij bezig met de waarwoorden. Misschien kan Mohammed een voorbeeld geven. Een waar is een waar je het doet. Ja, waar het is. Ja, waar het is. En kan je ook eentje noemen? Bij het zwembad. Bij het zwembad, een hele mooie. Waar gebeurt het? Bij het zwembad. Dit is de yogales. Van de yogales word je lekker rustig. Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben de intern begeleider. Ik zorg ervoor dat het goed gaat met alle kinderen op school. Dat ze genoeg leren, dat ze zich lekker voelen. En daar help ik de ouders mee en daar help ik de juffen en de meesters een beetje mee. En nu zijn we een toetsje aan het doen met Cecilia. Oké, dankjewel. Hoi Lisbeth. Hoi, dit is meester Alex, de directeur van de school. Hey, wat leuk dat je er bent. Wat ben je aan het doen? Ik ben de rondleiding aan het geven. Oh, dat is leuk. Veel plezier hè, met de rest van de rondleiding. Ja, doei. Doei, doei. Dat jullie de rondleiding
check onze website. Doei!